En laten we het even hebben over de samenstelling van het kabinet. Wat vindt u daarvan? Ik vind het CDA-smaldeel niet overeenkomstig datgene wat ik had mogen verwachten. Als je weet dat er een derde deel van je partij tegen is, trouwe partijgangers, ja, mensen die hun hele leven vaak al lid zijn van het CDA, dan hou je daar ook rekening mee. En er zijn nu allerlei mensen benoemd waarvan je wist dat ze aanstoot hebben gegeven bij die een derde. Ik noem maar één figuur, de heer Hille. Ik weet ook niet waarom de heer Hille iedere keer uit het kamertje bij Maxime Verhagen moest komen. Hij was vertrouweling. Hij was vertrouweling. Hij was eerste Kamerlid en er was onderhandelingen van het onderhandelaar en zijn secondant en verder niet. En dan was hij er toch aanwezig. En hij was ook degene die opmerkingen heeft gemaakt over Jan Schinkelshoek. De ja, integriteit zelf. Ja, dat was het Kamerlid dat bedankte. Ja, ja. Althans, het aspirant-Kamerlid. Aspirant-Kamerlid. Ja. En toen is er opgemerkt, nou ja, hij heeft al een mooie baan in uitzicht. En u weet allemaal... Dat vond u smerig, hè, geloof ik. Dat vind ik smerig. Ja. Zijn ze mensen als Hille, Bleker, Leers... Leers, vooral Leers, heb ik ook grote bezwaren tegen. Vind ik dat een partij als het CDA allereerst moet zorgen dat er mensen komen, ja, die van onkreukbaar gedrag zijn. En hoe je het ook wendt of keert, of je het opblaast of dat je het een beetje downspeelt. Maar hij heeft toch een akkefietje achter de hand met, met zijn vakantiehuis in Boedapest. En hij moest toch weg van de gemeenteraad. Hij heeft zelf de consequenties getrokken. Maar veel erger vind ik dat hij zich heel stevig over Wilders heeft uitgelaten. Ja. Met hele stevige termen die ik nooit zou gebruiken. Dat dachten wij al. Daar hebben we een fragment van. Gaan we even naar kijken. Ja. Het roept bij veel mensen onrust op. En het zaait haat bij mensen. Omdat hij het ontdaan is van iedere relativering en iedere nuance. Het is zo keihard eenzijdig neergezet dat mensen zeg maar, er ook dadelijk nog in gaan geloven dat het zo is. En het is ook niet meer gerelateerd aan de werkelijkheid. Ja. Nu is deze man, Leers, minister voor immigratie en asiel. Is dat de aanlokkelijkheid, de aantrekkingskracht van het plusje? Dat moet u aan hem zelf vragen. Maar ik zie wel voor mijn ogen, en ik heb ontzettende hekel aan draaikonten, dat het een verschrikkelijke draaikont is. Hij heeft 180 graden is die gedraaid. Hij was moedicus tegen Geert Wilders. U hebt er zelf iets van laten zien. En nou ineens, en dan moet hij zelfs nog op sollicitatiebezoek, heb ik begrepen, ja, is hij geweest en dan gaat hij in zo'n kabinet zitten. Mevrouw van Leeuwen, met alle respect, waar bent u nog lid van? Ik ben lid van het CDA en ik hoop dat het CDA een principiële discussie krijgt over wat de C in de toekomst ook moet betekenen. Dat we dat krijgen met ouderen en jongeren. En dat we toch weer iets terugkrijgen van ons sociale gezicht. Want dat zijn...